op de dag van de 11e mei kwam het Franse leger binnen, werden als helden ontvangen. En een muildier werd bij ons aan de voordeur vastgebonden en daarachter een karretje met een mitrailleur erop. En die Fransman die ging heel optimistisch gaan zitten schieten op overkomende vliegtuigen. En mijn vader vond het maar angstig en die haalde een vooroorlogse sigaar tevoorschijn en bood die de Fransman aan met het verzoek om wat verder te gaan zitten. En hij salueerde en vertrok. Wij hadden het ongeluk dat we richting zuiden moesten trekken. Evacuatie, wat wij als kinderen uitlegden als fijn, een reis naar onbekende verte. Maar het bleek dat, dus dat we terugtrokken of dat we op de vlucht gingen, tegelijk met het terugtrekkende Franse leger, langs dezelfde weg. Wij zagen dat er mensen gewond raakten, we zagen dood vee in de wei liggen en we hebben dus telkens ons moeten verschuilen, verstoppen in een sloot of achter een muur. En zo een hele dag door. Vader liep voorop. En moeder liep achter een kinderwagen. En vader moest dus telkens kinderwagen en al in de sloot torsen en weer eruit. En zo een hele dag door. We konden uiteindelijk onderdak vinden in Achtmaal, in een boerenschuur. Op de dag daarna, de 13e mei, toen mochten we al wel stiekem even naar buiten. En ze zagen dus het Duitse legers binnenstromen. En we waren zeer onder de indruk van het geweldige materiaal dat ze meebrachten. Bewondering, soms toch iets van ontroering. Ik kan me herinneren, een Duitse officier, die pakte mijn jongere broer Toon op. Was toen een kind van een jaar of 7, schat ik. 6 misschien pas. En die riep heel tot tranen toe bewogen, ach, genau mijn zoon. En toen waren we dus toch weer op die manier onder de indruk van, het zijn waarschijnlijk ook dienstplichtigen. Ze zijn niet allemaal slecht. Familie Hagen, Van Hagen beschikt al over een auto. En dat was voor die tijd iets bijzonders. En vader Van Hagen en een zoon, denk ik, is op 13 mei polshoogte gaan nemen in Breda. En die zijn dus blijkbaar zonder veel moeilijkheden die Duitse linies gepasseerd en kwamen ons vreugdevol vertellen dat Breda hoegenaamd geen schade had. En toen werd er ook al meteen bekendgemaakt, morgen 14 mei kunnen we terug. Dus dat was te voet. En de familie Van Hagen die sliep naast ons in die stal en ik zeg nog wel eens met trots, toen sliep ik voor het eerst al gemengd. Want een meisje van Hagen sliep naast me. Verder heel onschuldig, in het stro natuurlijk. Maar het was toch een belevenis. En we kwamen thuis. En alles was in goede orde. En de kat had alleen de pudding opgevreten. En het was de pudding die gereserveerd was voor eerste Pinksterdag. Want 12 mei was eerste Pinksterdag. Toen wij op de vlucht waren. Dus stond klaar. Ja, tevens moederdag.